Hier is het misschien iets van 30 centimeter, daar is het van 20 centimeter, maar daar is een stuk van bijna 2 meter weggegraven. Dat werd dan afgevoerd en dan had je hier een grote kuil. De tuin van Floor van Duivenbode is het laatste stukje geweest van deze enorme schoonmaakactie. In totaal zijn er in 14 jaar tijd 53.000 vrachtwagenladingen gifgrond afgevoerd. Al die zware metalen kwamen van de plaatselijke zinkfabriek. Tegenwoordig wordt daar heel milieubewust gewerkt. Maar een kleine eeuw lang waren de gevaren van zink en cadmium niet bekend. En dus werden die jaar na jaar op alle mogelijke manieren verspreid. Dat ging via de schoorsteen, dat ging via het afvalstof uit het erts, dat noemen wij zinkassen. En via afvalwater wat uiteindelijk in de beker terecht kwam, zoals je hier achter me kan zien. Lex Lemmens was een van de studenten van de Technische Universiteit Eindhoven die de verontreiniging destijds ontdekte. Toen hebben wij geroepen, heel de camper moet op de schop. Lemmens zat er dichterbij dan hij toen had durven vermoeden. Inmiddels is de camper echt helemaal op de schop gegaan. Als ik terugkijk, dan denk ik van nou, we hebben toen wel iets betekend als wetenschapper voor de burgers die wat moeilijker toegang hadden tot onderzoek. Dus dat, ja, daar kijk ik wel met een goed gevoel op terug. En dus kan iedereen in de camper nu eindelijk weer onbekommerd verder leven. Al zijn er natuurlijk een hoop mensen die dat ook de afgelopen 14 jaar gewoon hebben gedaan. Men raadde je af om geen fruit, sla te kweken hier. Maar er zijn mensen hier heel oud mee geworden die dat wel gedaan hebben.